Sinds kort is Nederland een nieuwe sportrijker. En wel zaalhandbal. Waarvoor de belangstelling zo groot is gebleken dat men al een competitie heeft kunnen uitschrijven. In het RAI-gebouw in Amsterdam is nu de finale van die competitie verspeeld tussen de tientallen van Aalsmeer en Blauw-Wit. Van de 10 spelers zijn er aan beide zijden telkens maar 7 in het veld. De 3 reservespelers mogen echter op elk ogenblik van de wedstrijd invallen, mits dan een andere speler het veld verlaat. De wedstrijden duren 2 maal een half uur. Een speler mag niet meer dan 1 maal met de bal stuiten en moet hem dan overgeven aan een medespeler. Voor de rest gaat het erom zoveel mogelijk doelpunten te scoren. Deze kampioenswedstrijd werd bijgewoond door ongeveer 2000 toeschouwers en werd bijzonder snel gespeeld. Een groot uithoudingsvermogen en goede techniek, balcontrole en tactiek behoren tot de belangrijkste vereisten van de spelers. Voor de rust scoorde Aalsmeer 4 doelpunten en Blauw-Wit 3. Na de rust waren de mensen uit het Bloemendorp veel sterker. Zij wonnen de strijd met 10-5 en mogen zich nu de eerste zaalhandbalkampioenen van Nederland noemen. Lang en